Dit filmpje gaat over de opvattingen van de Amerikaanse filosoof Jerry Fodor over het gematigd conceptueel nativisme. En Fodor is zo'n gematigd conceptueel nativist. Nou, hoe komt hij nou op het gematigd conceptueel nativisme? Dan komt hij op door na te denken over concepten leren. Fodor zegt namelijk dat je een concept helemaal niet zou kunnen leren. En om dat beter te begrijpen, moeten we eerst weten wat Fodor verstaat onder concept leren. Nou, wat hij daar in algemene zin onder verstaat, is wat wij er tot nu toe ook telkens onder hebben verstaan. Namelijk, dat is gewoon concepten verwerven op rationele wijze. Nou, wat verstaat Fodor daar dan weer onder? Hij zegt wat je dan eigenlijk aan het doen bent als je concepten verwerft op rationele wijze, is bewijs verzamelen dat een concept een bepaalde betekenis heeft en uit dat bewijs conclusies trekken. Nou, wat houdt dat dan weer in? Nou, nog wat concreter. Foto zegt wat je dan aan het doen bent, is eigenlijk hypotheses toetsen over de betekenis van een concept. hypotheses die je dus eerst opstelt. En die verwerp je dan aan de hand van het bewijs uh, dat je verzamelt of je aanvaardt ze. En als je ze aanvaardt, dan zeg je dus eigenlijk: Oké, okay, dit concept heeft deze betekenis. Nou, wat voor soort uh, kwesties of wat voor soort hypotheses zijn dat dan eigenlijk? Nou, Fodor zegt, zo'n hypothese ziet er eigenlijk altijd als volgt uit. De toetsenhypotheses hebben de volgende vorm. Alle C-dingen vallen onder C. Bijvoorbeeld, alle groene dingen vallen onder groen. Of alle bomen vallen onder boom. En je verzamelt dus bewijs om deze hypotheses te toetsen als je een concept aan het leren bent volgens Fodor. Wat dus niet kan, hè? maar als je dat zou, zou doen en het zou ook kunnen. En je gaat dan dus accepteren dat alle bomen vallen onder het concept boom of juist niet. Nog iets concreter, hoe werkt dat dan? Nou, stel je bent in een bepaalde omgeving, je bent op aan het groeien, want waarschijnlijk gebeurt dit als je relatief jong bent, met een heel aantal concepten althans. En papa en mama zeggen van appels en limoenen dat ze groen zijn. Aan de hand daarvan ga je een hypothese opstellen en jouw hypothese is dan: alle dingen die groen zijn, vallen onder het concept groen. Die hypothese ga je natuurlijk toetsen en je zegt: oh, ik hoor dat alle dingen waarover ik denk als groen, groen zijn. Dit hoeft allemaal niet zo bewust plaats te vinden, maar in een zekere zin, dit gebeurt dus, dus wel. En, nou ja, als dat zo is, dan concludeer je natuurlijk dat alle dingen die groen zijn, vallen onder het concept groen. En als je nu denkt, dat is raar, want je denkt eerst over dingen als groen, en dan zeg je ze vallen onder het concept groen, dan heb je precies te pakken waar Fodor ook problemen ziet. Fodor zegt namelijk, als je C leert, dan stel je hypotheses op over wat onder C valt. En als je over iets kan denken als iets dat valt onder C, bijvoorbeeld het concept groen, dan heb je het concept groen al. Maar als je hypotheses opstelt over wat onder C valt, dan denk je over iets als iets dat valt onder C. Met andere woorden, als je C leert, dan heb je het concept C al. En Foto zegt dan, dat is eigenaardig, want als je C leert, dan is het toch per definitie zo dat je het concept C niet hebt. Nou, deze botsing, daaruit trekt Foto de conclusie dat je C helemaal niet kunt leren. Kan je dan op de een of andere manier bepaalde concepten wel verwerven? Dat kan wel, zegt Fodor. Nou, hoe werkt dat? Nou, Fodor zegt je neemt prototypische voorbeelden van zaken die vallen onder concepten waar. En van de voorbeelden ga je dan automatisch naar het concept. En automatisch staat hier dus duidelijk tegenover op rationele wijze. Bijvoorbeeld, je ziet een paar auto's en het concept auto's ontstaat. Nou, waarom. Kan dit niet een vorm uh, van leren zijn als je gebruik maakt van deze prototypes? Nou, zegt voor dat het kan niet, want de prikkel is eigenlijk te pover om te leren. Want bij een prototype passen meerdere concepten. Bijvoorbeeld, vrijwel elke kip is prototypisch voor pluimvee en voedsel. En bij het zien van die kip kun je, is er dus niet een redelijke wijze om te kiezen of dit een prototype is voor pluimvee of een prototype is voor voedsel. En dat maakt het lastig om op deze manier een concept op redelijke wijze te leren. Het enige wat er kan gebeuren is dat je dus automatisch op grond van het zien van een aantal kippen komt tot het concept kip. En hetzelfde geldt voor een auto. Bijvoorbeeld, een auto is prototypisch voor gemotoriseerd voertuig, maar ook voor het concept auto. Nou, hoe kom je nou dan van die prototypische van die waarnemingen van die auto's tot het concept auto? Dat gaat dus, zegt Voda, automatisch en in ieder geval dus niet op rationele wijze. De prikkel is dus te boven om te leren, maar is niet te boven om slechts te verwerven, want, zegt Fodor, we hebben de aangeboren neiging om door prototypes van type C, concept C te vormen. Het is eigenlijk gewoon een brute feit, een soort brute kracht, het gebeurt gewoon, uh, krijg je, mits je de juiste prototype ziet, ook het juiste concept. En, zegt Fodor dus, er is op geen enkele manier de mogelijkheid om een concept te leren, maar het concept verwerven kan wel vanwege deze aangeboren neiging.